Oh, oh, wat gebeurt er? Oh, daar is mevrouw Spookin. Daar is ze. Yo, Nintendo fans. In de vorige Mario & Rabbids video heb je kunnen zien dat wij in een kasteel zijn. En ergens in dit kasteel is een spook. Die gaan we zoeken, want die heeft het breiwerkje gestolen van het meisje dat we zoeken. Klinkt logisch, hè? Als jij weet waar ik het over heb, doe een duimpje omhoog. En weet je niet waar ik het over heb, dan moet je even abonneren en alle video's van Mario plus Rabbids even terugkijken. Oh, oh, wat gebeurt er? Oh, daar is mevrouw Spookin. Daar is ze. Wat gebeurt er? Ik vind haar wel cool, hoor. Zij is wel echt cool. Oh, en wie is dit? Wie komt er achter ons aan? Oh, dit is Edge. Edge die doet heel boos. Mario denkt ook. Wat ga jij nou doen, Edge? Zij doet echt kapot stoer. Oh, huh? Wat? Wat? Wat gebeurt er? Kennen zij elkaar of zo? Vinden ze elkaar aardig? Nee? Ze vinden elkaar niet aardig. Zij probeert Edge te verleiden. Maar Edge denkt, ik ga jou pakken, vriendin. Die spook heet blijkbaar Midnight. Die zegt, daar ben je dan, Edge. Ik wist wel dat je op zou komen dagen. Uiteindelijk. En Edge zegt, laat het meisje gaan, Midnight. En voeg je bij ons. Dat is de pro-move en dat weet je zelf ook. Dat zou vet zijn als de Spookin gewoon ons joint. Zijn dit je nieuwe vrienden, zegt Midnight. Heb je ze al voor jezelf gewaarschuwd? Jij en ik waren tenslotte ooit vriendinnen. Misschien nog steeds? Ja, maar Edge heeft de goede keuze gemaakt. Oh, kijk. Oh, alle Rabbids en Luigi denken van, wat gebeurt er? Beepo denkt ook, hoe dan, vriendinnen? Maar Edge zegt, genoeg gepraat. Maar je bent er net en het begint net gezellig te worden, zegt Midnight. Oh, daar gaat ze. Hoe lief ik het ooit zou vragen, die meid is hier niet weg te krijgen. Echte vriendinnen laten elkaar niet in de steek, Edge. Oh, zij denkt echt dat ze vriendin is met het meisje. Oké. Nou, ik denk niet. En ze is weer verdwenen, zegt kapitein Orion. Ik kom eraan, meid. We moeten deze tentakel weghalen. De Midnight Bibliotheek. Let's go. Oh, oh, oh. Ja, daar is ze. Daar is ze. Het is Rabbit Rosalina die door een boekje zit te bladeren hier in de bibliotheek. En ze leest zo'n beetje alle boeken uit zo te zien. Kijk dan. Oh, ze is er helemaal moe van. Ze heeft een plusje spark die aan elkaar genaaid. Dus die ziet er wel een beetje eng uit eigenlijk. Rabbit Rosalina. Oh, Orion. Oh, kijk nou. Orion die is ontroerd en Rosalina denkt, wat is er nou? Wat is er nou te janken? Oh, oh. Orion wordt gevangen genomen. No! Wie doet dat? Doet Rosalina dat of doet Midnight dat? Ik denk dat Midnight dat doet, hè? Ja, dat doet Midnight zeker. Oh nee. Come on, Rosalina, doe iets. Het boeit er allemaal niet, hè? Wow! Die spark is blijkbaar haar wapen. Heel vet. Ja, we moeten Midnight verslaan. Maar die verstopt zich natuurlijk. Ik denk dat dit nog wel een moeilijk battletje wordt eigenlijk. Hé, hey, maar Rabbit Rosalina, die helpt me ook. Rabbit Rosalina zwierf door een sterrenstelsel. Werd gered door kapitein Orion en werd gevangen door een sparkjager. Ze vond het allemaal maar meh. Wat ze niet saai vindt, een plek zoeken waar ze zich thuis voelt. Maar kan ik haar ook gelijk een sparkie geven dan? Ja, kijk, dat kan gewoon. Ik ga voor de meteoriet. Die gaan we trouwens gelijk even verbeteren. Zo, niveau 2. Eens even kijken waar deze vijanden allemaal niet tegen kunnen hoor. We hebben hier konijnen die zijn zwak tegen slijm. Oké, die hebben we. We hebben een slijmspark bij ons. Midnight is alleen resistent tegen bevriezing. Ja, ze is zelf door en door koud natuurlijk. Dan hebben we hier nog die zwak zijn tegen spetters. Zij zet ons ook in de fik. Heel vervelend. Ja, we moeten uit de buurt blijven bij deze gasten. Ik denk dat het serieus nog wel lastig wordt hoor. Kan ik de rest van mijn team gaan halen? Ah, ik kan hier. Ik kan de Rabbit Luigi halen. Ik wil graag wel een beetje iedereen bij elkaar hebben. Dus we gaan hier naartoe met Edge deze kant op. En met Rabbit Peach ga ik gewoon even keihard op de eindbasis schieten hoor. Want die moet als eerste kapot natuurlijk. Daar moeten we op focussen. En als het niet kan, dan gaan we gewoon konijnen slopen. Hatsevlot. Ik ga even lekker naar voren met Rabbit Luigi. Oh, dit was alleen echt totaal niet de bedoeling. Oh, je moet je helemaal niet zijn, jongen. Ik kan hem wel tackelen. Dat dan weer wel. En schakel ik die guy naast me in ieder geval gewoon even uit met slijm, hoor. Hatsiek idee. Wegwezen. Ik kan alleen voor de rest echt niemand raken vanaf hier. Oeh, Rabbit Rosalina kan een stase effect doen. En daardoor kunnen tegenstanders niet bewegen. Weet je, ik ga even deze bom uitschakelen, zodat die bom
Tom in ieder geval niet op Rabbit Peach kan. Ik denk niet dat Rabbit Peach aangevallen wordt door dat konijn. En zowel, dan gaat Stormzwaard aan bij Edge. Let's go! De tegenstanders krijgen de beurt. Ik ben heel benieuwd wat ze allemaal gaan doen. Oh my god, die kan springen. Die konijnen kunnen springen. We moeten uit de buurt blijven bij die konijnen. Wat heeft de spook gedaan? Oh my gosh. Die probeert mij heel hard te slaan. En dat lukt ook nog ook, verdorie. Hé, maar die spook is wel dichtbij nu trouwens. Nice, nice, nice. Ik kan helemaal hier naartoe met Rabbit Peach nu. Heel nice. We gaan gewoon keihard focussen op het spookie. Oh, misschien wordt dit een hele fijne battle. Let's go, schok effect. Kan ik haar tackelen trouwens? Nee, ik kan er net niet bij. Maar we kunnen er wel freaking hard gaan schieten. Bap, 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 bap. Lekker. Let's go, Edge. Jij gaat ook gewoon hier naar boven. Gaan vol focus op die baas. Ah, ik ben net te ver geland weer. Wat stom. Oké, dan gaan we voor de spetteraanval. Oh, oh, ik bounce er weg. Oh, maar dat is niet verkeerd. Dat is eigenlijk best wel chill. Want nu kan ik wel tackelen. Oh, ik had beter eerst de turbolading aan moeten zetten. Ik dacht dat ik dat deed met Rabbit Luigi. Ik kan wel echt van alle kanten nu een beetje geraakt worden, hè? Misschien als ik hier ga staan, dat ik redelijk veilig sta. Of hierachter. Oh, kijk, we doen er echt heel erg veel pijn. We hebben er al bijna kapot. Zal ik ervoor zorgen dat ze nu niet kan bewegen? Dan moet ze hier blijven staan. Dit is wel chill van Rosalina. Ik denk dat de spook na deze beurt niet kan bewegen. Dus dat is heel nice. En dan gaan we gewoon keihard schieten. Ah, dit gaat wel goed hoor. Dit gaat wel goed. Oh, alleen... Nou ja, eigenlijk beter dit. Die bom kan niet bij mij in de buurt komen. Ik denk... Nee, die konijnen ook niet. Die konijnen halen het ook niet. Oh, we gaan deze baas zo makkelijk verslaan, denk ik. Oh. Ze kan blijkbaar wel teleporteren, verdorie. Oké, dit wordt wel gevaarlijk. Dit wordt wel gevaarlijk. Rabbit Peach, overleef het alsjeblieft. Niet allemaal op Rabbit Peach gaan schieten. Stop ermee. Oh, Rabbit Peach overleeft het maar net. Maar we zijn alweer aan de beurt. Oké, Rabbit Peach. Als eerst ga je even iedereen healen. Voor het geval dat, hè. Een beetje healing kan nooit kwaad. Edge, teamsprong naar de overkant. Nice. Nice. Ja, we landen bovenop er. Tackle. Zou dit het al bijna zijn? Zouden we het al bijna kapot hebben? Hebben we het er al kapot? We hebben er al kapot, hè? Of heeft ze... Ze heeft een fase te... Ja, ze wordt boos. Ze wordt boos. Dit is het nog helemaal niet, denk ik. Het kon ook niet zo makkelijk gaan, hè? Oh, nee! Ik dacht dat we er al waren. Laten we eerst even de battlefield gaan bekijken. Oh, hier zitten die vosjes weer. Oh nee, het zijn wolven. Ik zeg elke keer dat het vosjes zijn, maar het zijn wolven. Ja, Rabbit Luigi en Edge kunnen er nog niet langs. Dus die moeten een teamsprong doen. Dus Edge kan zo hopelijk vooruit. Ja, en dan de naastlanden. Tackelen. Dan hier schuilen. We kunnen ook gelijk voor de baas gaan. Laten we gelijk voor de baas gaan. Ik bedoel, we moeten toch op de baas focussen. Let's go, Rabbit Luigi. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ik kan alleen nu dit vos niet tackelen. Dat is een beetje stom weer. Of kan het wel? Nee! Net niet. Oké, Rabbit Rosalina kan wel naar boven. Die kan sowieso tackelen. Oh, ja, Peach kan ook naar boven. Die kan ook tackelen. Even kijken hoor, Rosalina, die ga ik hier laten landen, hierboven. En Peach gaan we aan de andere kant laten landen. Die gaan we hierboven neerzetten. Ik heb alleen even geen rekening gehouden met dit vosje nu. Oh. Nou, oké, maakt niet uit. Deze gaat in ieder geval kapot. En Rosalina gaat op de baas schieten. Ja, dan kijk ik toch maar of ik dit vosje kan uitschakelen met Rabbit Peach. Ik denk het niet. Krijgen we wel wat extra damage door de schok, maar die krijgen we niet kapot. Ik hoop dat Rabbit Peach het overleeft, want ik had dus geen rekening gehouden. Oké. Dat doet ook wel pijn trouwens. Die bommen die halen het niet, toch? Nee, die komen er niet. Maar ik had dus geen rekening gehouden met die wolf. Zo, huh? Hoe kom jij zo ver? Waar kom jij helemaal vandaan? Dus ze sloeg helemaal nergens op. Oh, hij gaat weg. Die wolf gaat helemaal weg. Op wie ga je schieten dan? Wat doe je? Oh, tanks. Hij mist. Heel fijn. En jij, op wie ga jij schieten? Ook op Rabbit P. Luigi bedoel ik. Oké, ik kan nu echt niet lopen gewoon. We moeten eerst die wolven uitschakelen. Die raken we wel. Ja, die is kapot. Oké, dat is één. Nu kunnen we in ieder geval aan deze kant weer lopen. Dat is wel heel fijn. Want dat betekent dat ik in ieder geval deze twee bommen kan uitschakelen. Zo. Door die op elkaar te gooien. Dan hebben we daar geen last meer van. Nu moet ik dus eigenlijk naar een punt zien te lopen dat ik die andere vos kan uitschakelen. Maar ik denk dat dat hem nog niet gaat worden. Weet je wat? Ik ga even een klap pakken met Edge. Zo, die wordt nu geraakt hierdoor. Maar dat betekent wel dat iedereen nu eventjes bij Rabbit Rosalina in de buurt kan komen. Ons even terug kunnen trekken. We gaan deze bom tackelen. Die gaan we op die vos gooien.
Zo, die vos is bijna kapot. Maar we moeten echt even terug. Zo, we moeten deze kant op. Dan kan Rabbit Peach ons even allemaal healen. Dit was echt nodig. En dat is gewoon waarom ik Rabbit Peach altijd in mijn team heb. Omdat ik gewoon die healing nodig heb van Rabbit Peach. Ik denk dat we sowieso even moeten gaan proberen om die vos uit te schakelen. Dus dat gaan we doen. Ik ga hier naartoe met Rabbit Luigi. Zo, blijft die vos nou leven? Echt, overleeft hij het? Nou, dan ga ik hem kapot maken met mijn slijm. Wegwezen! Oké, van die voswolf hebben we geen last meer. We gaan wel even een teamsprong doen. Het rabbit Rosalina, let's go. Die kan dan hier naar boven. Kijk, en dan kunnen we de baas weer raken. Hartstikke idee. Dan hebben we nu alleen Edge nog over. Ik kan niet echt schuilen. Maar ik kan er wel raken vanaf hier. Oké. Het zou nog kunnen dat de bommen langskomen lopen of zijn alle bommen weg? Volgens mij hebben we alle andere enemies nu uitgeschakeld. Super chill. Nice. Oké, de bazin die gaat helemaal daar naar achter. Ja, en zij is inderdaad als enige nog over nu. Ik ga gewoon helemaal naar voren met Rabbit Luigi. Of moet ik eerst even een teamsprong laten uitvoeren? Dan kan Edge ook gewoon lekker naar boven. Go, 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 go. Oh, hij haalt het niet. Ze haalt het niet. Oh, wat stom. Je kan dus niet 2 etages naar boven springen. Dat is super jammer. Hatsenplats. Lekker bezig. Ik ga weer dichtbij proberen te komen. Zo. Tackelen. Schieten. En dan kan ik nog een vuurschokaanval doen. Die heb ik nog nooit gedaan met die pyro, met die lava pyro guy. Ja, kijk dan. Heel nice. Heel nice. Kijk, en dan is het gelijk klaar. Hartstikke idee, dit voor jou. Ja. Ga je nou nog wat doen? Ze wordt nog bozer. Ze heeft gewoon 3 fases, serieus? Oké, ze wordt helemaal lijp. Juist ja. Ik mag toch hopen dat dit de laatste fase is dan. Ik zie weer wolven. Daar word ik nooit blij van. Ik zie wolven, ik zie van die grote konijnen, bommen, letterlijk alles nu. Ik denk dat het nu wel slim is om gewoon even alle enemies eerst te proberen te verslaan. In plaats van gelijk naar de baas te gaan, want anders wordt het echt een heel lastig verhaal. Ik begin met te healen, want dat heeft Rabbit Rosalina vooral heel erg nodig. Misschien is het slim om echt met z'n allen 1 kant op te gaan. Dus dan kies ik voor deze kant. En dan gaan we proberen de konijnen die het dichtst in de buurt staan gewoon te slopen. En de rest gaat lekker door deze buis. En dan gaan we daar eens kijken wat we kunnen doen. Ik zie daar een bom. Even kijken, wat kunnen we met die bom doen? Ik zie hier 2 vosjes hierboven en in het midden is een vosje. Eigenlijk moeten we deze bom daar bovenop zien te gooien. Oké, Rabbit Luigi, dat mag jij gaan proberen te doen. Dus we moeten hier in de buurt van die bom landen. Die gaan we tackelen. Snel oppakken. Kunnen we die dan daar bovenop gooien? Ja, nice. En dan moeten we eigenlijk zo staan dat we die vos daarboven gelijk kunnen uitschakelen. Nou, laten we deze grote konijn maar uitschakelen. Pakken we gelijk die bom daarmee. En dan moet iemand anders maar eventjes die vos daarboven pakken. Ik denk dat Rabbit Peach dat wel goed kan. Rabbit Peach kan dat zeker wel goed. Die moet even lekker hier naartoe zo. Go, 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 go. En dan hier achter schuilen. Nice. Leef je nou nog? Oh nee, ik dacht echt dat we deze vos wel klaar hadden nu. Maar hij leeft gewoon nog, joh. Oké, ik weet wat ik ga doen. Ik weet wat ik ga doen. Kan ik die vos uitschakelen met Edge? Alsjeblieft. Laat me die vos uitschakelen met Edge. Nee, kan het niet vanaf hier? Waarom niet? En vanaf hier dan? Nee! Oh, ik had dit zo goed gespeeld. Nou, dan gaan we deze uitschakelen. En dan moeten we denk ik 1 klap gaan pakken. Ik kan hem ook niet met een ability nog raken. Ah, dit is heel jammer. Het Spooky die is naar de andere kant toe. En die gaat nu... Wow, die doet echt zoveel pijn. Oh, huh? Gaat die vos helemaal niet schieten? Oh, die vos gaat misschieten. En deze vos, waar gaat die naartoe? En wie gaat die schieten? Die gaat voor Rabbit Luigi. Ja, natuurlijk worden al die heldenzichten dingen, of hoe ze ook nu mogen heten, weer aangezet. Deze 2 gaan nou helemaal naar boven. Ik weet niet wat ze daar gaan doen, maar... Dikke prima. Oké, Rabbit Peach, kan jij een vos uitschakelen? Nee, we kunnen er allemaal niet bij. Oké, ik kan wel gaan lopen met Edge. Door de ongezien aan te zetten. Let's go. Dan kunnen we nu deze tackelen. En onze zwaardkaart op zijn bakkers plempen. Ja, maar hij is nog niet kapot. Misschien kan Rabbit Luigi hem wel slopen. Ja, die is kapot. Oké, cool. Maar we hebben nog steeds last van die andere. Ja, daar komen we nooit bij. Zelfs Rosalina kan niet bewegen vanaf hier. Hoe ver weg is dat? Oké, Peach. Het is tijd om het schild aan te zetten. Oh, ja, ik denk ik ga gewoon proberen om te lopen. Met Rosalina. Maar helaas, dat lukte niet. Voordeel is wel dat Peach nu kan gaan lopen. En Peach kan hem even kapot tackelen. Zo, oké, nice. Hebben we in ieder geval geen last meer van die gekke beesten? Ik probeer met Rosalina een beetje in de buurt van mijn team te komen. Maar dat wil nog niet echt vlotten. En eigenlijk wil ik gewoon die enemies ook even kapot maken. Het lukt allemaal nog niet. Grote paniek. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Dat Spooky gaat helemaal weg. Oh, zij gaan weer terug. Oh, ze willen over links nu. Oké. Eens even kijken. Waar gaan we naartoe? Waarom doe ik dit?
met Rosalina. Weet je, land maar even hier. Rosalina mag niet kapot en Peach mag niet kapot nu. Dus we moeten het voortouw nemen met Edge. Let's go. Deze tackelen we kapot. Deze gaan we met een zwaardje pakken. Nice. En die is ook kapot. Cool. Oké, waar is de eindbaas? Die was helemaal linksachter. Helemaal omhoog gewoon. Daar kan ik niet eens komen, daar bovenop. Of met een teamsprong. Dat zou wel kunnen natuurlijk. Maar nog niet deze beurt. Ja, het vervelende is dat zij natuurlijk overal naartoe kan teleporteren. Beetje vervelend dat ik deze beurt niet echt iets kan doen. Kijk, nu gaat ze weer helemaal naar beneden. Wat ga je daar nou doen? Ja, nu ga je weer op iemand anders schieten, hè? Oh. Oh, en er komen ook weer nieuwe vijanden. Ja, lekker. Ik ben toch net helemaal deze kant op gelopen? Wat is dit nou voor iets vervelends? Oh, Rabbit Peach kan wel alweer healen. Dus ik ga in ieder geval even iedereen bij elkaar halen. En dan Rabbit Peach laten healen. Want dan hebben we dat in ieder geval weer gehad. Dan zijn we weer een klein beetje voller qua HP. Ja, en nu moeten we er toch echt voor gaan zorgen dat we eruit gaan schakelen, hoor, jongens. Vanaf hier kunnen we gaan schieten. En een klein beetje focussen misschien op deze gaten die gewoon kapot moeten. Is er een mogelijkheid dat ik allebei die gaten met mijn vuur-Orion kapot maak? Ja, toch? Ja, kijk. Super. Oh, ik heb wel gelijk ook al mijn koffer kapot gemaakt hier. dat is minder lekker. Ja, dit is wel irritant. Ik kan niet zo lekker bij de eindbaas komen. Kijk, nu zit ze weer naar boven. Ah, je mist mij wel. Daar ben ik wel heel blij mee. Dan gaan we even iedereen bij elkaar halen hier. Gaan we Rabbit Luigi iedereen de turbolading geven, zodat iedereen nu elektriciteitsdamage doet. Te beginnen met Rabbit Luigi zelf. Dat is een idee. Nu jij, Peach. Let's go. Pop, 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 pop. Kijk, dit is lekker. Dit gaat goed. Ga ik met Edge een klein beetje deze kant op. Zo, dan landen we hier achter. Kijk, dit gaat top. Dit gaat lekker. Dit zijn harde klappen. En dan hoop ik maar dat ik ook die kant helemaal haal. Ja. Nee, jawel. Kaboomer. Heel nice. Oh, we hebben er bijna. Ja, 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 ja. Je wat? Oké, okay, ik wou zeggen je bent omsingeld. Maar nu ben je weer helemaal weg. Oh. Oh, die was best hard. Ik ga niet liegen. Let's go, Peach. Je gaat haar tackelen. Je gaat haar tackelen. Je gaat haar tackelen. En je gaat haar slopen. Schokaanval. Let's go. Was dit het? Ben je klaar? Je bent klaar, hè? Hopelijk ben je nu helemaal klaar na deze drie fases. Kom op, Orion. Ja, Orion is weer vrij. Lekker. En Orion, oh, die is die. Die vindt Rabbit Rosalina zo leuk. En Rosalina denkt, oké, hallo? Jee! Wat? Oké, dat was heel grappig. Maar, ja, zij waren ooit vriendinnen. Ze waren ooit vriendinnen. Worden jullie nu weer vriendinnen? Of ga jij gewoon... Nee, jij vliegt gewoon weg in schaamte. Hé! Hey! En daar is Rabbit Rosalina. En die geeft ons geen kristal. Hebben we even gefixt, hoor, deze battle. Deze was wel leuk. Rabbit Rosalina zegt sorry dat ik wegliep, Orion. En wat zij nog meer te zeggen heeft, dat zien we in een volgende video. Dus doe je duimpje omhoog en abonneer als je die video ook wil zien. En dan zie ik je gewoon daar. Mazzel!